and we sing together. Yes. Worship. In the high, high.
Geweldig, Vader. Oh, wauw, Heer. Een nieuwe ervaring, een nieuwe dimensie. Dat we dat nu al mee mogen maken, Abba Vader. Dank u wel, o Heer Jezus. We prijzen u. We verhogen u, o Abba Vader. Dank u wel voor het woord, o Heer, dat Pastor Abraham Messina heeft gegeven u. Wilt u hem zegenen, Heer, in overvloed, o Abba Vader. Zegen met wijsheid en inzicht, o Abba Vader. Laat hem fijngevoelig zijn naar uw geest, naar uw stem, o Abba Vader. Zegent u hem en zijn gezin en zijn familie, o Abba Vader. Dat u hem mag gebruiken, zoals u wil, o Heer. Ik dank u, o Heer Jezus, voor het geweldige woord dat u heeft gegeven. In Jezus' naam hebben we gebeden. Amen. 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 Woe. U mag er zitten. We willen overgaan naar de collecte. En dan willen we gaan geven aan ons God. Niet omdat hij niets heeft, want hij heeft alles. Maar dat wij hier ook een teken geven aan de Heer. Van Heer, ook vertrouwen wij op in onze financiële situatie dat we willen geven. Daarin dat God ook kan zien van ja, u bent bereid om te geven. Het is alleen een teken om te laten zien. En dat wij zo ook zijn... Zijn onze bediening uit kunnen breiden. Amen. Heeft iedereen al een envelop? Zo niet. Steek even uw hand op. Ja, dankjewel. Zolang nog niet iedereen de envelop heeft, wil ik vragen of de youth naar voren wil komen. Wat een geweldig woord was het, amen. Is iedereen klaar om te geven? Is iedereen klaar om te geven? Amen. Wilt u uw envelop omhoog steken en samen met mij bidden? Dank u wel, Abba Vader, dat u ons in overvloed zegent, o Abba Vader. Dat wij niet, maar ook niets tekort komen, o Heer. Dat wij in u geloven, o Abba Vader. Abba Vader, dat dit offer van ons aan u mag laten zien van ja, Heer, ik wil. Ik wil aan uw koninkrijk werken. Ik wil met u meedoen, Heer. Ja, Heer, ik wil u volgen, Heer. En ja, Heer, ik wil bewegen naar de volgende dimensie. Ik dank u, Heer, in Jezus' naam. Amen. Halleluja. Nu wil ondertussen onze youth een nummer zingen. Yes. Oh,
this morning. Het is geweldig om hier te mogen zijn. Amen. Amen. It's good to be in the presence of the Lord. Het is goed om in de aanwezigheid van de Heer. Along with you, we know each other for many years. En wij kennen elkaar al een aantal jaren. Many years. Vele jaren. And the first time for me here in this church. Het is de eerste keer voor mij dat ik hier ben. It's always a first time. Het is altijd een eerste keer voor alles. Amen. Amen. And I just want to thank you. Ik wil u bedanken for your invitation. Voor uw uitnodiging. And it's a blessing. Het is een zegen. I just want to bless you. En ik wil u ook zegenen. I believe that. Ik geloof dat. That the presence of the Lord already blessed. Dat de aanwezigheid van de Heer al zegent. It's a song I want to sing with you. Het is een lied dat ik wil zingen. It is because of Him. Het is vanwege Hem. His birth, His death, His resurrection. Zijn dood en zijn opstanding. That he made a way for us. Dat Hij een weg voor ons maakte. Amen. Amen. And I know that based on the theme of today of Christmas is the new dimension. En de nieuwe, de thema van de kerst is de nieuwe dimensie. Amen. And as I said there, I was like, okay, yes. En toen ik daar zat, dacht ik, ja, oké. Okay. He came to earth. Hij kwam op aarde. Actually to die for us. Om te dood te gaan voor ons. Yes, and that he was seated at the right hand of the Father. Dat hij daarna aan de rechterzijde van de Heer. And the Bible tells us. En de Bijbel vertelt ons. That we are seated with him. Dat wij ook met hem daar zitten. In heavenly places. In de hemelse plaats. Amen. Amen. It's a scripture, and so we are from one dimension. Van de ene dimensie. We can be seated in another dimension. Kunnen we zitten in een andere dimensie. With him. Met hem. Amen. Amen. It's something powerful when you think about that. Het is krachtig. You are here. Moving in our midst. And I worship you. I worship you. You are here. I worship you.
And we can meet you face to face. Lord, we thank you for a fresh awareness this morning. A fresh awareness, Lord, of your presence in our midst. Een nieuw besef hier in ons midden. Lord, a fresh new experience. Een nieuwe ervaring. A fresh revelation of who you are. Een nieuwe openbaring van wie je bent. Lord, and out of the revelation, Lord, we will worship you. En in die openbaring aanbidden wij u. Not because it becomes a habit, Lord, but it will come out of a revelation. Niet omdat het een gewoonte is, maar omdat het uit de openbaring komt. Lord, and that we will have this passion and this love in our heart to worship you. Dat we die passie en liefde hebben om u te aanbidden. What a privilege, what an honor it wat is. Wat een voorrecht het is. Lord, to worship the God Almighty. Om de geweldige God te mogen aanbidden. To adore you, to love you. Om u van u te houden. To lift up your name, to exalt you. Om uw naam te verhogen. It's such a privilege, Lord. Het is een voorrecht. To worship you. Om u te aanbidden. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus.
We worship you, King of Glory. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Thank you, Jesus. Dank u, Jezus. Hallelujah. Thank you, Lord. Dank u. Deze dienst gaan eindigen en heel veel fun food en fellowship zullen hebben, heb ik nog een aantal mededelingen.
voor de aankomende week. We hebben volgende week zondagdienst op 29 december. Deze begint gewoon normaal om 10 uur. Verder is onze gebeds Koel Dordrecht is op de donderdag vrij. En dan gaan we over naar het slotgebed. En dan wil ik Kevin naar voren vragen. Zullen we met z'n allen in gebed gaan? Het was een gezegend woord, amen. We gaan met z'n allen naar de volgende stap. We gaan de volgende stap zetten in onze ontwikkeling, in onze geestelijke ontwikkeling. Om naar die volgende dimensie te kunnen gaan. Hoe komen we daar? Die verandering begint bij onszelf. We moeten dat allemaal eerst zelf doen. Ik moet dat doen, maar u moet dat ook doen. Waarom? Want we moeten een eenheid vormen. En die eenheid moet hier beginnen. Wij moeten een voorbeeld kunnen zijn naar al die andere kerken. Daar wil ik het over had. Vader, dank u wel, Vader. Dat wij kunnen gedenken, Vader, dat u bent geboren vandaag. Dat u het licht bent, Vader. En dat licht heeft u ook aan ons gegeven. Dat licht straalt door ons uit aan een ieder. Laten wij dat gebruiken. Ten positieve. Mensen te bemoedigen. Dank u, Vader, want u bent zo goed en zeer te prijzen. Vader, bescherm ons weer, Vader, in het komend jaar, Vader. Dat uw engelenwacht om ons heen zal zijn, Vader. Dat licht, Vader, van u om ons heen, Vader. Maar dank u daarvoor, Vader. Ga heen in vrede naar huis, Vader, in Jezus' naam. Amen. Amen. Zullen we ons opnieuw bedienen? Wil je graag voor ons staan? Agiri, de bakker. Om deze dienst te beëindigen. Your love is powerful. Knees shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds in us. Your morning enough for me. Your kingdom come.
Sar kasi Papa. Want zo groot is de liefde van de Vader. Dan kasi Jezus Christus Tuhan. En de liefde van Jezus Christus. Sama persoon Roh Kudus yang manis. Dat gepaard gaat met de Heilige. Telah menyertai saya dan saudara. Want met u is en met mij. Pulanglah dengan damai sejahtera. Ga naar huis met de vrede. Pulanglah dengan sukacita. Met de blijdschap. Pulanglah dengan otoritas Jezus Christus Tuhan. Met de autoriteit van Jezus. Diberkatilah pekerjaanmu. Gezegend is uw werk. Diberkatilah usahamu. Gezegend is uw zaak. Bahkan diberkatilah pernikahanmu. Uw huwelijk. Anak-anakmu. Uw kinderen. Cucumu. Kleinkinderen. Bahkan keuanganmu. En uw financiën. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita katakan bersama-sama. Mari kita katakan bersama-sama. Amin. God bless you all. God zegen. Saudara-saudara jangan pulang dulu. Laten we nog naar huis gaan. Kita makan-makan. We gaan nog even lekker eten. Amen. Hallelujah. Tuhan Yesus memberkati. God zegen. Yes, we do.